Hey, hallo en welkom op de Lucky Bosses YouTube kanaal. Vandaag gaan we kijken naar een battle review van mezelf, Angel Arrow, met de Franse Tier 6 Heavy Tank, de ARL-44. Dat is een fantastische tank. Het zijn er velen die zeggen dat hem minder waardig is door zijn armor, dat de papieren tank is. Maar als je weet hoe dat je er moet met spelen en hoe je dat je de tank moet angelen, kan je er heel veel mee. Het is een stevige tank. De SU-85 wordt hier al geraakt door een teamgenoot. Terwijl ik hier naar links kijk, zie ik in de verte boompjes omvallen, dus weet ik dat er al actie aan de gang is. Daar nog een boompje. Dus kiezen we ervoor om onmiddellijk links te gaan kijken. Onze hetzer wordt al geruineerd. Dus het moet al ergens van links komen. Toch al op het gemak een keer gaan kijken. De ARL-44 heeft een gun depression van 10 graden. Dus daar kan je perfect met hull downs om die tank. AP shells doet hem 240 en heeft hem 212 pen. En zo kan je tot 1706 schade per minuut aanrichten. Dit wel te verstaan wanneer de large caliber tank gun rammer op de tank gemonteerd zit. Improved ventilation class 3 en enhanced gun laying drive. Target locked. Penetration. Hier komt er al een hetzer aan en die gaan we even uitschakelen. Enemy destroyed. Bam. Ondertussen ben ik target locked. Nu zelf geraakt door Skoda. T24, die doet mij 27 damage. Heb ik dus bijna niet gevoeld. Die moest door mijn zij schieten. En daar is 60 armor aanwezig. Vooraan heb ik 120 armor, achteraan 40 armor. Target lost. Target locked. Hier ga ik proberen gebruik te maken van mijn 10 graden gun depression. Door naar boven te sluipen en onmiddellijk een schot te lossen. Maar jammer genoeg heb ik dat gemist. Ondertussen word ik aangevallen door een AMX ELC Bis. En die heeft mij wel redelijk wat damage gedaan. 230 damage. Dat is één om rekening mee te houden. Achter de berg hier is er een heuse battle aan de gang. Met een stuk of 3-4 heavies en een medium tegen een OI van ons. Dus gaan we die even hulp gaan bieden. En ik zal ook bijgestaan worden door een stug 3G die op komst is achter mij. Target locked. Target disengaged. Bounce. Ah, bounces en poepen. Ongelooflijk. Dus nu is het hier battle tegen een OI, een KV-1. De VK3001D. Enemy destroyed. KV-1 schiet met premium munitie. Terug zoveel mogelijk gebruik maken van de gun depression, waardoor dat ik de heuvel zelf kan gebruiken als cover. Jammer genoeg mis ik hier twee schoten. Penetration. Hopla.
Ondertussen staat de teller al op 1017 damage. Dat was bizar, want het eerste schot lukte wel op de koepel en het tweede schot schiet hem blijkbaar in de grond. Niet echt al te slim van de KV, die komt gewoon recht naar mij gereden. En die wordt uiteindelijk uitgeschakeld door onze OI. Gaan we nog even gaan helpen. De VK3001 is er ook nog. Die komt ook gewoon aan mij gevlogen. Niet echt slimme aanpak. Dus de vijand heeft nog twee heavy tanks, één medium tank en een artillerie. Oké, bedankt OE German Dark. 2000 battletjes gespeeld, weer een achtje van 237, maar die heeft hier fantastisch werk geleverd. Dank u wel, German Dark. En dan gaan we nu op zoek naar de overige drie tanks ondertussen van de vijand. Ze zijn laatst gespot op de berg op F8, F9. Dus neem ik hier de beslissing om langs de rechterkant hier naar hun kamp te rijden en zo eventueel de vijand nog uit te schakelen op de berg. Maar wat blijkt, de vijand is al opgerukt. Hun KV2 die gaat onze artillerie aanvallen en dat lukt hem ook. Dus de boodschap luidt: onmiddellijk draaien en aanvallen. Ondertussen een slokje koffie met mijn World of Tanks tasje. De OI kiest ervoor, onze OI, om recht door ons kamp te zien waar de vijand zich bevindt. Ik ga het iets tactischer aanpakken en langs achter gaan kijken. Want daar is de VK3001 die al en de KV2 staat erbij. Dus mijn plan is hier om ze in de zijkant aan te vallen terwijl dan ze gefocust zijn op onze OI, op German Dark. En dat plan lijkt te werken. Daar is de KV2, die is er al geweest. Target locked. De herlaadtijd van de ARL 44 is ook 8,44 seconden, dus voor een heavy tank is dat vrij snel. Het is ook een fantastisch kanon dat erop zit, 90mm DCA 45. Als je het mij vraagt, voor een stronghold battles is dit de krachtigste kanon dat je eigenlijk kan tegenkomen. En de RT bounced op mij. Teller staat nu op 6 kills en 2220 damage. Nu kies ik ervoor om recht naar een kamp te rijden op een vlag. En we zullen wel zien waar de Arty tevoorschijn komt. Ik had er eigenlijk totaal geen idee van waar dat hem zat. Dus rij ik hier recht een capture gebied binnen en daar ligt de Arty op. Normaal gezien moet hij mij ook gespot hebben, maar hij doet hem niet, of hij neemt hem niet de moeite om nog een schot te lossen. En dat was kill 7, dat zorgt voor 2422 damage. Fantastische battle, al zeg ik het zelf. Bedankt om te kijken.
Like de video, deel de video en kijk naar onze andere video's op het kanaal. En tot de volgende!